Er is een indrukwekkende plechtigheid op Littleton wanneer de eerste minister Dr. Verwoerd tegenwoordig is om de eerste automatische F-1-geweer wat volledig in Zuid-Afrika vervaardigd is in ontvangst te nemen. Die nieuwe wapentuig wordt door meneer Fouché, minister van Verdediging, aan de premier oorhandig. Alhoewel die automatische geweer op de FN-lees geschoeid is, is het nu een echte Zuid-Afrikaanse product. En om die reden is daar besluit dat het bekend zal staan als die merk R1. Een van die kenmerken is dat die magazijnen vinnig verwisseld kan worden. Ons lucht die hoed voor nog een mijlpaal in de geschiedenis van de Republiekse verdediging.